En dan is het seizoen weer begonnen. We hebben echt de afgelopen anderhalve week geweldig weer gehad. Vandaag ook. 'S Morgens is het nog wel echt fris, maar zo in de loop van de dag is het eigenlijk fantastisch weer. Vandaag gaan we een buxushaag vervangen voor Ilex Granata Caroline Upright. Een kaartje werkelijk. Dat je er allemaal af moet gaan lopen frutten. Hoe kun je het bedenken? Dus wij zijn vandaag bezig van het plaatjes afhalen, zeg maar. En dat zit dan met zo'n elastiekje om de tak heen gewikkeld. Nou, waarom dat ze dan om elk plantje moeten zitten? Het is mij een waar raadsel. Zaterdagochtend. En we zijn vanmorgen om 7 uur al vertrokken om een paar tegels te halen. En dan ben je aan het laden. Komen er weet ik veel hoeveel vliegtuigen voorbij. Wil je er een filmpje van maken? Dus komt er geen vliegtuig voorbij. En vandaag ben ik op pad met Ferrari trekken. Nou, en daar staat hij dan, de Ferrari. Hij is niet rood, Ferrari rood, maar Ferrari groen, denk ik. Kan ik mooi mee zo de tuin in rijden waar ik nu bezig ben. En de eerste kar met takken heb ik ook alweer geladen, dus die ga ik leegmaken. En dan pak ik nog even wat spullen uit de opslag en dan ga ik weer terug naar de plus. Ja, en deze die kan ik niet automatisch laten kiepen, die moet ik toch echt zelf kiepen. Gelukkig is die wel met een pomp, dus dit ding heb ik daarbij nodig. Aanhanger leeg. Nou, nog een extra gele hark erop gegooid. We waren met z'n tweeën en we hadden maar één gele hark. Dus ja, stonden we met elkaar aan te kijken. Zaagje mee. Ander zaagje mee. Nou, in deze zitten de accu's. Grote motorblazer. We gaan weer. Nadat ik de tweede aanhanger van deze had geleegd, wilde mijn mooie groene Ferrari trekker never nooit meer starten. Dus daar was ik een beetje pissig over dat ik uiteindelijk maar de open laadbak gepakt heb. Want ja, ik kan niet tot in eeuwigheid hier gaan staan en wachten totdat hij het een keer gaat doen. Maar Henk heeft er ondertussen naar gekeken en hij doet het weer. Ik heb 2 dagen geleden ziek op bed gelegen. Ik ben nog zo slap als een vaderhoek, maar we gaan vandaag proberen hout te versnipperen. En dat begon al goed omdat we gelijk al vast zaten in de wei. Dus we hebben een trekker erbij gehaald en
Eens kijken wat je kunt versnipperen als je zo slap bent als een vaarhoek. The place to be voor het versnipperen met fans. Nou, dit gaan we versnipperen. Zet je erbij. Moet nog wat kapot gezaagd worden. We zijn los niet vandaag, denk ik. Weer terug op de zaak. Een dagje gesnipperd. Nou, hieronder zitten dus allemaal snippers. Tada! Maar het was een leuk vrachtje. Nou, en we hebben met de aanhanger ook nog een paar keer heen en weer gereden. Voor dit vrachtje. Dus er is ook wel weer wat te zagen en te kloven. Maar ik geloof vooral al zagen en kloven valt misschien nog wel mee. En dan is het voorjaar. En dan heb je dit weer. Wie rekent daar nou nog op? Het is ondertussen al een groot deel weggedooid. Maar het gras konden we totaal niet meer zien. Ik denk dat we wel een centimeter of 10 hadden. Morgen ben ik gestart met deze machine. En deze trekker. Nou, je ziet het al. Daar ligt de aftakas. En dat is geen goed teken. Want dit hele boeltje is afgebroken. Dat hoort hier aan vast te zitten. Nee, kijk of dat. Ja, daar. Dus ja. Ik ben voor vandaag uitgebiest. Henk die kan dat nog wel maken, maar ja goed, Henk zit op een andere klus, die kan daar niet zomaar weg. Dus ik hoop dat hij dat vanavond wil maken, dan kan ik morgen mijn klus ook afmaken. En dan ga ik nu het huisje maar schoonmaken. Ja, dan Henk is weer aan het repareren met die Tico-lasser. Vandaag is er een boomverzorger in de buurt om een paar bomen te bellen. Dus we gaan even kijken. Die boom gaan ze bellen. En we gaan een valkerk maken op ongeveer 3 meter hoogte. Ik was te laat met filmen. Hij ging zo snel.
heeft natuurlijk best wel zo zijn charme, maar ik geloof dat ik die vandaag niet zo kan waarderen. Hashtag aan het werk in de regen. Kijken of dat het vooruit werkt. Ik heb geen idee. We hebben al heel wat versnipperd, maar hier is nog een berg. En achter het huis zit ook nog een berg. En achter mij is Henk ook al van alles aan het verzamelen. Dus we zijn er lekker zoek.